Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is de voorbereiding op Horse Event. Het is vandaag donderdag. Ik ben op stal en we gaan onderweg naar Horse Event. Jij mag niet mee, Indy. Vind je het jammer? Jij? Ja. En we gaan zo even Mickey en Macho pakken. We hebben alle spullen al ingeladen, onze merchandise, et cetera. Hi, Mikkel. We moeten nog even een beetje shampoo pakken. Want ze zijn heel vies, dus we gaan ze daar gewoon wassen. En Floor en Maaike gaan mee. En ja, Floor is even de vrachtwagen een beetje aan het mesten. Heb je er zin in, Floor? Ja. Ja, en Maaike? Hartstikke. En we gaan nu even nog de hooinetjes pakken. Want we moeten daar voor eigen hooi zorgen. Credit to Bianca die onze paarden verzorgt dit weekend. Ja, toppertje. Ja, klopt. Wat gezellig. En ik ga nu even de spullen pakken. Shampoo. Babyolie om de paardjes helemaal fris en fruitig te maken voor Horse Event. En het is nu 11 uur volgens mij. En we kunnen tot 6 uur de stand opbouwen. En even kijken waar zo'n hoornetje is. En dan gaan we zo. Kom je, Mikkel? Kom maar. Kom. Hierheen. Kom. Zo, braaf. Wat heb je allemaal in je handen? Nou. Even een... Dit is whitening shampoo. Ja. Dit is conditioner voor de maandjes in de staart. Oh. Dit is... Gaan ze mooi shinen. Doe maar review. Een rooswater shampoo. Gaan we shampoo. Gaan ze er maar. Lekker. En wat heb je nog meer? Oh ja, en ik heb elastiekjes, maar ze zijn niet meer zo wit. Ja. Want bij zwart is wel lelijk, bij witte mouwen. En ik heb een sleepmes. Oké. Okay. Nou, macho. Oh. Kom op, lieverd. We gaan iets leuks doen. Ja, kom, we gaan naar Mickey. Doe nou. Kom. We gaan naar Mikkel. Kom maar. Ja, braaf. Hierheen. Kijk, nu ben je weer bij je vriend. Ga maar lekker eten. Nou. De baby's staan erin. En we hebben Joost ook meegenomen. Hey. Ja, lieverd. Gaan we lekker op reis. Zo'n grote trailer van zulke kleine baby's. Doei baby's, tot straks. Nou, de paardjes staan in. Ze zijn helemaal aangekoppeld en klaar. En wij zijn klaar om te gaan. Ik heb er echt super veel zin in. Zin in koppel! And now they get the chance. Nou, we hebben even een lunch. We zijn komen aan om 3 uur. Dan gaan we snel de minis in de stal gooien. En dan gaan we snel door om de stand op te bouwen. Want daar hebben we wel echt wel een tijd voor nodig. Dus, ja. Oh, je wilde... Nee, is al. Oh, nee, toch niet. Zo, nou, dan gaan we weer. Nou, we zijn er. En daar... is de hal. We gaan nu naar de staller. Hey. Oh, brandnetels! Ai, ai, ai. Nou, we gaan even uitladen. Hi, baby's. Hallo, baby's. No, macho. Oh, niet omdraaien, lieverd. Kom maar. Oh, hij stond op het teen. Kom maar. Even je beentjes trekken. Baby's. Wat een bike. Shadow, vingers man. Je krijgt gewoon niet los. Ja, dat lukt niet. Wacht, ik heb het. Ze willen een rondje. Dag. Ja, ik heb het. Heb je het? Maar de andere nog. Ja, dit gaat nu wel makkelijker. Ja, ja. Kijk. Zo.
sorry. Leuk bordje. Maar ik heb Joost vast in de drinksbak. En ik ga even het hooi pakken. En hooi netjes. Even op de handrem. Zo. En het voer staat hier. Kijk dan. Hele vrachtwagen vol. Dit heb ik ook nodig. Het zijn etensbakjes. En een hooi netjes. Ik ga hier echt zo uitvallen. Ik breek mijn nek voorzichtig. Oeh. En papa heeft de ton. Hij is wel zwaar, hè? Ja, ik ben zwaar. Ik moet weer slepen. Je moet het tegen je aanhouden. Slepen, wat domme werk hier. Domme werk hier. Nou, ze zijn ingeburgerd. We wassen ze vanavond wel. Even de poetskist pakken. Nou, we zoeken de opbouw. Hoe laat is het, Floor? 3:30. En de trailer daar afgekoppeld en Nicky en Matjo staan in de stal. En nu zoeken we onze stand. Die staat ergens binnen, maar waar is een vraag. En het is trouwens echt super lekker weer. Het is best wel warm. Maar dat maakt niet uit. Lekker kaal als je het haar wegdoet. En ik heb ook eigenlijk geen idee wat allemaal deze locatie is, aangezien het allemaal nieuw is, dus maar is het nog even zoeken en denken van waar moet ik nou heen. En we wachten. We wachten. We hebben onze stand gevonden. Het gaat heel kritisch worden dit. Het is allemaal goed. En hier heb je de pennypiste. Ik heb geen idee in waar ik met mijn paard in moet. Maar dat kijken we nog wel even. Wat zei je? Hier de kerk, jongens, voor degene die gaan de kerk gaan. Ja, waarom? Nou, alles staat vol, maar ook echt alles. Het is totaal anders dan we zijn gewend eigenlijk. En daar staat Paardenpraat TV. Die heeft ook nog een stand. Nou, het staat iets met die kant op, gewoon tegen de zijkant. Nee, oh, hier. En we hebben nu de auto daar neergezet. En we gaan even uitpakken, want we hebben echt kapot, maar ook kapot veel spullen. Nou, we zijn alles aan het opvouwen nu. En alles staat hier achter. We zijn er helemaal klaar voor. Kijk. Kijk eens wie hier is. Ze valt bijna van de trap af. En kijk eens wie hier is. Hallo. Oh, ik val ook bijna van de trap af. Kijk, onze mooie pennypiste, jongens. Zie je dat lief, hè? Dit vind ik leuk. Heb je daar een beetje zin in? Ja. Ik heb echt zin. Ik ook. Ja. Kijk daar. Hier. Ja. Een limited edition. Oh, wacht. Ik heb een trap die is. Oké. Nou, prima. De stand van Paard en Paas. Hoe is het, Ben? Jee! Wat is nieuw? Ja, dat heb ik hem nog niet laten zien zelf. Oh. Het shirtje, de polo is het eigenlijk. De polo limited edition. En dan heb je hem ook nog in het shirt. Het is spontaan en warm van deze wc's. Wat doe je? Wow, daar. Hallo. Hoi. Mijn Shetlanders dragen ook jullie horsetrams dinger weer. Klopt allemaal. Deze paarden staan heel netjes en rustig te wachten. Maar daar zijn er nog twee. Die zijn stands. Die zijn ontsnapt. Daar gaan we in het huisje. We gaan straks wel even een toertje doen, maar nu nog niet. Nu nog niet. Oh, zie hem rennen. Runaway. Oh. 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 Hallo, Luus. Je bent weer terug. Hallo. Ik ben weer terug! Gezellig! Oh, het is nog best wel ruim dit. Ja, lekker wel. Dit is jouw kamer. Yes. Jouw hotelkamer. En je hebt er nog een grote kast. Je hebt uitzicht. Alleen geen tweepersoonsbed. Jammer. Oh. Je kan van elkaar schuiven. Ja. Nee, dat kan niet. Het zit vast op de muur. Ja, papa heeft deze. Yummy. En wij zitten beneden. Ja. Maar ja, beneden bed. Beneden bed. Beneden bed, hallo. We hebben beneden bed. Floor en ik. Hij bent dit. Dit is ons onderkomen. Hey, we kunnen zo nog gewoon door het raam heen. Oh. Zo is
Zou voor de raam knallen. Ah. Jongens, we mogen hier niet zwemmen. Want... En schaatsen, want het is gevaarlijk. Dus we gaan schaatsen. Ja, vooral op het water nu. Jezus, mooi. Hè? Ja? Het voelt een beetje als een vakantie. Ja. Okay. Papa? Ja. Ben je een beetje bang? Ga je dit wel overleven? Wat? Met ons? Nee, echt niet. Als jullie maar lieve film gaan, want dan trap ik jullie. Oh nee. Dat doen we niet. Wat is de vastcode hier? Ja. We gaan lekker eten bestellen. Wat hebben we allemaal? Even deze video liken als je ook zo van Rotti houdt. Ja, mag ik wel zitten hoor. Pizza! Pizza! De krokante pizza is de pizza voor jou en mij. Nee. Allemaal pizza. Oh, dit zit. Maaike, ja, kun je nog meer uitbereiden, meisje? Nou, Floa. Wat is dit voor tokkie? Oh, echt hè? Kijk, Carlijn gewoon normaal en dan hebben we zo'n tokkie. Dan hebben we zo'n tokkie bij ons lopen. Vergeet je het waar niet? Nee, die haal ik even van boven. Ja. Storm. Nee, ik val de bootjes. Me in mijn tokkie habitat. Carlijn in haar normale habitat. En Maaike in haar hipster habitat. Kijk dit uitzicht, man. Kijk hoe mooi. Zo mooi. Ik hou hier toch echt zo van, jongens. Yummy. Hop, hop. Ja, die heeft die mooi recht. Jongens, ik word echt zo blij van het strand. Ik ook. Jongens, weet je, het strand is mijn happy place. Want wij hebben geen strand in Enschede. Nee, als ik in het strand ben, is dat wat ik echt mis. Ja. Enschede, maar echt. Best wel, ja. Kijk, het Enschede is gewoon echt een beetje een dode hoek van Nederland, want je bent ver weg van alles. Maar, ja, dat is echt... We zitten wel dicht bij de stad. Ja, maar ik bedoel, dat heb je in Rotterdam of Amsterdam. Ja, oké. Heb je dat ook, maar in Enschede is het gewoon, als je ergens heen wil, een dagje wil shoppen in Utrecht, moet je gewoon bijna 2 uur reizen. Ja. En verder is het strand, sommige, ja, ik snap niet dat sommige mensen het strand niks vinden, het strand is zo fijn in je voetjes en... Het gaat zoveel rust uit. En daar word je helemaal zen van. En we hebben net een beetje... Ja, inderdaad. En we hebben net een beetje foto's zitten te maken. We hebben wifi gekocht. En nu gaan we weer richting het huisje. Het is echt net 2 minuten lopen. Oh ja, ik ben uit mijn broek gescheurd. En het is nu 8:30. Dus ja. Genieten. Heerlijk dit. Misschien kunnen we de laatste dag wel naar het strand. Aangezien we dan om 6 uur klaar zijn in plaats van 8. Dus ja. Ja. Kijk hoe mooi. Ik geniet hier nog steeds van. Ik ga denk ik minstens elke avond wel even naar het strand lopen. Want ik hou er gewoon van. Nu kunnen we lekker chillen. En ik moet nog even douchen straks. Ja, lijkt me echt fijn. Na zo'n dag roosje zijn. Om hier gewoon lekker op het strand te chillen. Lekker, ja. Strandtentje nog pakken. Kopje koffie of een cocktailtje erbij. Ja, Flor heeft helemaal zin. Weet je, maar dit voelt ook gewoon een beetje als een mini vakantie, ja, want je bent ergens anders en je bent lekker in het huisje, weet je wel. En dat vind ik ook oprecht echt heel fijn. Ik schakelen, omdat ik dus in de zomervakantie was, zeg maar, in Spanje toch? Ja. En nu word ik gewoon weer, zeg maar, dan ben ik weer weg van huis. Een soort vakantie-idee. Mm-hmm. Alleen nu praat ik letterlijk niet in Nederlands of Duits. Ja. Dus we gaan nu onderweg naar huis. Een kat. Ik hou niet zo van katten. Ik wel. Ik niet. We hebben het gevonden. We hebben het gevonden. Dacht. Kijk, shit, out of me. Nee, dit kan niet. Oh ja, dat is ongevaarlijk. Ja. Jammer. We hebben wel een onderhoud. Ja, we hebben wel een hij slaapt, denk ik. Jawel. Hij is er nog, hij zit daar. Hij slaapt. Oké, fuck. Hij hoort niet. Hij schrok niet. Ja. Hij schrok niet. Ja. Maaike, vertel even over de wifi. Ja, dat was echt een heel geëikel, maar ook echt. We hadden geen wifi en nu hebben we wel een wifi. Ja. Ik zie eruit als een panda, want ik moet mijn kop er nog afhalen. Maar dat maakt me niet zo uit. In ieder geval,
Vandaag is er, kijk u, panda's. En vandaag is de voorbereiding van Horse Event. En morgen begint het evenement en dan gaan we ook vloggen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en doe nog even een duimpje omhoog. En tot morgen. Hey. Doei!